Van een langdurige verkoudheid tot een vervelende oorontsteking. De Vlaming blijft hardnekkig vasthouden aan antibiotica als wondermiddel. Het wordt nog steeds te vaak en te veel gebruikt. Hoe dat komt, vragen we aan griepcommissaris Mark van Ranst. Dag Mark. In de winter ben je sneller verkouden. Hè? En kan je je weerstand bijvoorbeeld verhogen door een aantal dingen te doen zodat je minder verkouden wordt? Ja, maar die dingen zijn minder spectaculair dan we denken. Ja. Gewoon voldoende eten en gezond eten, genoeg rusten, dus voldoende slaap. Eigenlijk is dat voldoende. Dus die vitaminepreparaten en vele andere dure dingen, dat werkt niet echt om die eigenlijk weerstand niet. Te verhogen. Nee, is ook niet nodig. We hebben eigenlijk voldoende weerstand. Ja. Nu, waarom is de ene mens dan beter bestand tegen virussen dan de andere? Wel, sommige mensen die gaan een virus al wat langer geleden tegengekomen zijn. Die zijn die weerstand daartegen een beetje verloren. Wanneer dat virus terug opduikt, gaan die ziek worden. Uw buur, die datzelfde virus vorig jaar nog gehad heeft, ja, die gaat dan niks krijgen. Omdat hij daar eigenlijk antistoffen tegen. Ja. Ja. Want hoe krijg je een verkoudheid eigenlijk? Dat krijg je van iemand anders die een verkoudheid heeft. Ja. Dus je gaat altijd besmet worden door iemand met een verkoudheid. Mm-hmm. En dat kan op de bus gebeuren, dat kan thuis gebeuren. Kinderen zijn de grote verspreiders van die dingen. Ja. Die zijn heel lief, maar die hebben hele jonge slijmvliezen en die wandelen echt rond in een wolkje van viruspartikeltjes. Ja, en hoe krijg je het dan letterlijk over? Wel, ofwel wordt er op u gehoest of geniest. Ja, en heb je het onmiddellijk binnen. Ofwel gaat dat via de handen. Ja. We zitten met onze handen continu ook aan ons gezicht. Mm-hmm. En wanneer we dan daar die virussen op hebben, op die manier kunnen we ziek worden. Ja. Niet door een kus te krijgen. Wel, dat hangt er al van af. Ja, onze typische kaarse Vlaamse zoen, waar we eigenlijk eens met de wang tegen elkaar schuren, ga je weinig dingen mee overdragen. Ja. Dus daar moeten we geen schrik aan voor hebben. En als je dan toch een verkoudheid opgelopen hebt, wat kan je dan best doen? Wel, je kan niet heel veel doen behalve uitzieken. En proberen van zo weinig mogelijk andere mensen te besmetten. Dus wanneer je echt heel verkouden bent en je loopt daar te niezen en te hoesten, ja, dan is een beetje relatieve zelfisolatie dat niet slecht. Dat is dan niet de moment om naar feestjes te gaan. En kom je dan beter niet buiten? Blijf je beter binnen? Of? Eigenlijk maakt dat weinig uit. Nee? Wanneer je koorts hebt, dan blijf je beter binnen. Alhoewel dat ook niet erg belangrijk is. Ja. Dus dat binnenblijven, dat is niet echt, dat is niet echt nodig. Nee, maar jezelf wel goed beschermen, veronderstel ik. Sjaal dragen, dat maakt eigenlijk. Je moet doen wat je comfortabel vindt. Ja. Maar je super warm gaan aankleden, ook dat is niet nodig. Nu, als je antibiotica neemt, genees je dan niet sneller? Wel, bij verkoudheden natuurlijk niet. Nee. Antibiotica die werken tegen bacteriën. Ja. Ja, niet tegen virussen. En verkoudheden worden veroorzaakt door virussen. Dus die antibiotica die doen niets tegen die virussen. Je kan daar kilo's van innemen. Maar de verkoudheid gaat niet vroeger weg zijn. En preventief het nemen helpt helemaal niet, veronderstel ik. Wel, dat is eigenlijk compleet te gek. Ja. Want dan neem je dure dingen die je lichaam op dat moment totaal niet nodig heeft. Dus preventief nemen, nee, dat helpt natuurlijk. Nee, het geneesmiddel wordt nog altijd heel veel gebruikt en vaak ten onrechte. Op welke manier wordt het eigenlijk fout gebruikt? Wel, iedereen is daar een beetje fout. De artsen hebben het vroeger te veel voorgeschreven. Op dit moment dan gaan ze daar meer aandacht aan geven en dan geven ze dat wat minder vlot. En de mensen vroegen er ook veel te veel naar. Ja. Je was een slechte dokter wanneer je geen antibiotica gaf. Eigenlijk is dat nu een beetje omgekeerd. Je moet die dingen juist gebruiken. Wat zijn de gevolgen daarvan van dat zo veel voorgeschreven is geweest? Wel, dat is veel voorgeschreven geweest. Dat is ook veel in de diergeneeskundige sector of gewoon in de veeteelt gebruikt. Dat heeft ervoor gezorgd dat over de laatste decennia meer en meer bacteriën, meer en meer weerstandig, resistent geworden zijn aan meer en meer antibiotica. Worden mensen dan eigenlijk ook niet meer ziek doordat er zoveel bacteriën resistent zijn? Nee, ze worden niet meer ziek, maar wanneer die mensen dan toch een ernstige bacteriële infectie krijgen, dan zijn die bacteriën al zo gewoon geraakt aan die antibiotica, dat die een wegje hebben gevonden om daar weerstandig tegen te worden. En dan genees je natuurlijk niet, ook met die antibiotica. En dan helpen die antibiotica niet. Moet men zwaardere antibiotica gaan gebruiken. En op dit moment zijn er echt een aantal infecties waar men met de handen in het haar zit, omdat er weinig nog tegen werkt. Ja, want om het even duidelijk te maken voor mensen die het niet weten, wat is antibiotica juist? Een antibioticum is een middel wat bacteriën ofwel dood ofwel hen het leven moeilijk maakt. Ja.
Ja, het is dus een geneesmiddel, ja. Maar werkt enkel tegen specifieke soorten bacteriën. Ja, want er zijn heel veel verschillende soorten antibiotica. Heel veel verschillende antibiotica, een hele boek vol. Maar dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we op een bepaald moment dachten van oké, nu hebben we genoeg antibiotica. En men heeft tegen de farmaceutische industrie gezegd, ja, stop maar met nieuwe antibiotica te vinden. We hebben een heel dikke boek. En de farmaceutische sector is inderdaad gestopt met te zoeken naar nieuwe antibiotica. En dan in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, dan klopt men terug aan de deur. En dan zei men, we zien toch dat die bacteriën resistent worden. Vind maar nieuwe antibiotica. Ja. En plots ging dat zo vlot niet meer als vroeger. En dus nieuwe antibiotica vinden blijkt niet zo simpel meer te zijn. En we hebben het helaas wel nodig om heel veel ziektes te kunnen uitroeien. Wanneer moet je het wel nemen? Wel, wanneer je ernstig ziek bent. Dus wanneer je een paar dagen hoge koorts hebt, dan ga je naar de dokter, de huisdokter. Ja. En die zal dan inschatten of antibiotica nuttig zijn. Ja. Dus geen zelfmedicatie met nog een restje antibiotica waar een apotheekkastje staat. Ja. Dat is dom. Nee, want er zijn een aantal regels om antibiotica in te nemen. Dus dingen waar je op moet letten als je het toch moet nemen. Ja, dus neem het enkel op doktersvoorschrift. Ja. Gebruik nieuwe antibiotica, dus niet die vervallen pillen die daar nog ergens liggen. Dus zorg dat de dokter het voorgeschreven heeft. En volg die richtlijnen dan ook op. Neem het volledige doosje dan ook uit. Want vaak na een dag of twee dan is men beter en dan stopt men ermee. Ja. En wat dan, is het gevolg daarvan? Wel, dan heeft men die bacteriën in contact gebracht met die antibiotica, maar niet volledig allemaal gedood. En blijven dan die overleven. En dan zijn die nu slimmer geworden en dan is dat gevaarlijker voor niet alleen voor uzelf, maar ook voor de rest. Een slimme antibiotica, daar doen we niet aan. Hè. Dat moet niet. Maar waarom willen mensen toch nog tegen beter weten in antibiotica nemen? Waarom bestaat dat toch nog altijd? Ik weet het eigenlijk niet. Ik begrijp het niet. Ik neem niet graag pillen. Maar sommige mensen nemen wel graag pillen. Er zijn hier in België kooplopers in pijnstillers, middeltjes om te slapen. Sommige mensen hebben een bepaalde affiniteit voor pillen en vinden dat ze pas serieus genomen worden bij een arts wanneer daar pillen aan te pas komen. Ja, in plaats van soms zelf eens een beetje zelf werk te doen. Gewoon uit de zieken. Ja. Het grote woord over alcohol en antibiotica, dat mag niet samen. Is dat waar of is dat niet waar? Daar is eigenlijk weinig van aan. Natuurlijk, overdrijven dat is nooit goed om vele redenen. Maar dat fabeltje dat antibiotica en alcohol dat niet samen zou gaan, dat dateert eigenlijk van kort na de Tweede Wereldoorlog, wanneer de eerste antibiotica eigenlijk op de markt kwamen en er ook wel veel alcoholisme was. En dat was gelijk welke reden goed om alcoholisme naar beneden te krijgen en dan zei men dat ook. Nu, voor een deel is dat ook wel waar. Het versterkt het effect of het vermindert het effect? Het kan in beide richtingen gaan, maar niet wanneer men gewoon een glaasje wijn drinkt. Nee. Nu, ik veronderstel, als men ziek is en men heeft koorts, en dan alcohol gaan drinken, gaat sowieso rare effecten krijgen. Je hebt ook gewoon geen zin in dat. Nee, dat missen mensen toch niet, hopelijk. Ja. Nu, als jij zegt van inderdaad, antibiotica, heel veel bacteriën zijn resistent geworden, wat moeten we met z'n allen doen om te maken dat er niet nog meer resistentie komt? Gewoon er verstandig mee omspringen. Dus niet zitten zagen voor antibiotica bij de dokter, die het hopelijk toch niet gaat geven. Maar je weet het, twee dagen verder woont er een andere dokter die het misschien wel geeft. Ja. Dus gewoon er verstandig mee omspringen. Dat kan je zelf doen. Ja. Eigenlijk de overheid zou er goed aan doen om het antibiotica gebruik in de veeteelt, om dat ook eens deftig te bekijken. Want wij krijgen dat op die manier binnen, via ons voedsel? Dan krijgen we dat via onze omgeving. In het oppervlaktewater zit gewoon antibiotica. Ja. We gebruiken dat met z'n allen gewoon te veel. Ja, dat is heel duidelijk. En met z'n allen er iets aan proberen doen, minder gebruiken. En ook een aantal verantwoordelijkheden van de overheid, veronderstel ik, dat moet gebeuren. Dat zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar. Hè. Voilà, inderdaad. Daarmee is het gezegd. Dank u wel. Dank u wel.